Mijn naam is Ruurd Kok. Ik ben archeoloog en met een bijzondere belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen jaren ben ik voor Leids Dagblad op pad geweest in de omgeving van Leiden op zoek naar sporen uit de oorlog. Denk aan resten van loopgraven, maar ook oorlogsschade aan gebouwen bijvoorbeeld. Daarnaast ben ik ook op plekken geweest waar zich iets heel dramatisch heeft afgespeeld in de oorlog, zonder dat er nog een spoor van is te zien. Ook die plekken vind ik heel fascinerend. Ik heb die plekken beschreven in mijn boek Bang voor mooi weer. Ik neem jullie graag mee om een aantal van die plekken te laten zien en het verhaal daarbij te vertellen. Een van de plekken uit het boek is hier de Hoge Morsweg. Deze weg ligt vlakbij de spoorbrug over de Rijn bij de Vink. Die spoorbrug is in de eerste maanden van 1945 regelmatig gebombardeerd, omdat daar overheen door de Duitsers de V2-raketten vervoerd werden in de richting van Den Haag en Wassenaar. De geallieerden wilden die brug bombarderen om te zorgen dat de Duitsers niet voortdurend die raketten op Londen konden schieten. Het wrange van het verhaal is dat de brug eigenlijk nooit is geraakt. Er werd wel eens zelfs een grap verteld dat de veiligste plek in Leiden is het midden van de Vinkbrug. De bommen die voor de brug waren bestemd kwamen in de omgeving terecht, onder andere hier op de Hoge Morsweg. Huizen zijn verwoest, beschadigd en er zijn vele slachtoffers gevallen. Alleen al op 6 februari 1945 vallen er minstens 5 dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden. Een van de mensen die hier toen woonde is Gerdy van der Poel. Zij is geboren in 1936 en heeft als meisje van 8 jaar in haar ouderlijk huis de bombardementen van nabij meegemaakt. Ze heeft mij verteld hoe haar huis is getroffen bij een vliegtuigbeschieting en heeft me het kogelgat in de drempel van haar deur laten zien. Ik was zo onder de indruk van haar oorlogsherinnering dat ik de titel van mijn boek daaraan ontleend heb. Kijk, het gevoel en de angst kan je nooit overbrengen, maar ja, het eerste vliegtuig, dat herinner ik me nog wel. Ik was alleen thuis met mijn zusje en het vliegtuig kwam achter het huis zo aan. Maar het vliegtuig was zo dichtbij dat ik dacht, nou, die valt straks op het huis. Zo dicht. Ik had ook nooit een vliegtuig zo dichtbij gezien. Ja, dat was wel eng. Er zijn ook bommen gegooid. De eerste bom die heb ik zien vallen achter dit huis en ik was alleen thuis met mijn zusje. Dus waarom er nou ook geschoten wordt als er bommen gegooid worden, dat weet ik ook niet. Het afweergeschut stond daar. Of er waren 5 afweergeschutten van de Duitsers om de Engelse vliegtuigen dus moeilijk te maken. Mijn vader die had wel in de gaten dat ik bang was, dat wij bang waren. En toen zei hij, nou mooi luisteren, als het de lucht bewolkt is, dan komen de vliegtuigen niet. Dan kunnen ze niks zien. Maar als het mooi weer is, dan moet je opletten. Als er dan een vliegtuig aankomt, dan moet je kijken wat de vliegtuig doet. Als het gewoon rechtdoor overgaat, dan is hij en route. Dan is hij gewoon ergens naar weg. Maar als een vliegtuig een wending gaat maken, dan moet je maken dat je wegkomt, want dat is het begin van de aanval. En dat was dan de aanval op die brug. Daarom heb ik heel lang mooi weer niet prettig gevonden, want dat was angst, dan komen de vliegtuigen. Als ze me dat toen verteld hadden, dat er ooit een boek zou verschijnen met die titel, dan had ik het niet geloofd. En dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Hier in de omgeving van Valkenburg begon voor Leiden de omgeving de Tweede Wereldoorlog. In de vroege ochtenduren van 10 mei 1940 landden hier verderop op het vliegveld Valkenburg Duitse troepen. Die Duitse troepen trokken al snel op naar het dorp. Dat hadden ook de Nederlandse soldaten in de gaten en begonnen met artillerie op het dorp te schieten. De burgers moesten een goed heenkomen zoeken in kelders en schuilen in gebouwen. Op de tweede oorlogsdag, zaterdag 11 mei 1940, besluiten ze om het dorp te verlaten. En een groep van 80 tot 100 personen, vooral vrouwen en kinderen, verlaten het dorp. Hun plan is om naar Leiden te gaan. En ze kiezen niet de hoofdroute langs de Rijn, hierachter, maar ze kiezen de achterweg. Die kan ik aanwijzen op een luchtfoto van voor de oorlog uit 1937. Waarbij we hier het dorp Valkenburg zien. Hieronder in beeld de Rijn en hierboven de achterweg. En die groep loopt over de achterweg. Richting Leiden. En dat gaat de hele tijd goed. Op de Zonneveldslaan gekomen slaan ze linksaf, omdat ze naar de Rijn toe willen lopen, om daar verder te gaan naar Leiden. Als ze hier komen bij boerderij Rijnvliet, op de plek waar wij nu ongeveer staan, barst de hel los. Ze komen vandaar aangelopen over de Zonneveldslaan. En als ze hier bij die boerderij zijn, begint het schieten en vallen de granaten
te midden van die groep vluchtelingen. De Duitsers die hier in die boerderij zitten wenken de mensen dat ze een goed heenkomen kunnen zoeken in de tuin. Ze moeten door een diepe greppel heen die hier langs de weg ligt, waar we nog een stukje hier achter mij van kunnen zien. En in die greppel speelt zich een heel drama af. Ik heb gesproken met waarschijnlijk een van de laatste overlevenden van het drama dat zich hier voltrok. Daan de Rode. Hij was 2 jaar toen het gebeurde en kan zich er dus zelf helemaal niks van herinneren. Pas later, na de oorlog, hoorde hij van zijn moeder het verhaal. Zijn moeder vertelde hoe zij bovenop hem was gaan liggen om te beschermen. En hij hoorde ook van zijn moeder hoe zijn tante aan flarden geschoten in de struiken hing. En hoe zijn oma met kapotgeschoten benen in die greppel lag. Daan vertelde dat redelijk onbewogen. En hij vertelde mij dat hij eigenlijk pas brak op het moment dat hij jaren geleden een ooggetuigenverslag las van iemand die erbij is geweest. En dat ooggetuigenverslag wil ik een stukje uit voorlezen. Het was van Jacobus van der Zwart, een van de weinige mannen die erbij was. En hij beschrijft onder andere hoe dus de familie van Daan getroffen wordt. En Jacobus heeft het dan over de dochter, dat is de tante van Daan, en de moeder, wat dan de oma van Daan is. Hij beschrijft het gruwelijke voorval in redelijk gedetailleerd. Ik lees een stukje voor. De dochter was op slag gedood, was voorover in een essenstruik gevallen en zo blijft verhangen met het hoofd naar beneden. De moeder lag met een vreselijke beenwond aan de knie. Dit was vreselijk om te zien. Zo'n zware vrouw en dan met het ene been dubbel liggend, terwijl het stuk geslagen been ertussen lag. Ook de rechterarm en hand waren erg verminkt. Deze vrouw riep aan haar man en kinderen en riep ook de Heere Jezus aan. Zij vroeg mij of ik haar andere been recht wilde leggen, hetgeen ik na veel moeite doen kon, wegens het nog steeds voortdurende granaatvuur. Na verloop van ongeveer 10 minuten was ook bij haar de dood ingetreden. Zij kwam met een vreemde kronkeling van bovenaf de sloot in rollen. Volgens die ooggetuigen duurde het schieten wel een uur. Toen het schieten minder werd, was opgehouden, verzamelden de mensen die het hadden overleefd en de gewonden die konden lopen, verzamelden zich en wilden terug naar Valkenburg. Ze hadden door dat het geen zin had om naar Leiden te lopen, omdat daar de frontlinie was. Dus ze besloten hier door te lopen en kwamen toen op de plek langs de weg die de Krom werd genoemd, omdat daar een opmerkelijke bocht in de weg zat. Die zien we hier. En bij de Krom, toen ze daar kwamen, werd er opnieuw geschoten. Opnieuw vuurden Nederlandse militairen op die Duitsers die hier zaten. En ze zagen een klein huisje, het huisje Langeveld. En daarin verborgen ze zich opnieuw om te schuilen tegen het granaatvuur. Dat had weinig zin, omdat het huisje nog in de frontlinie lag, werd het volledig aan flarden geschoten. En in dat huisje vielen opnieuw doden en gewonden. Ze hebben daar uiteindelijk 2 dagen moeten schuilen voordat ze door Nederlandse troepen konden worden geëvacueerd. Ter herinnering aan dit drama bij de Krom is hier in die bocht van de weg een heel klein monumentje opgericht. Ter herinnering aan de 11 burgerslachtoffers die daar in de frontlinie zijn omgekomen. Bij dat kleine monumentje in de Krom worden in de meidagen nog steeds bloemen neergelegd. Ter herinnering aan de slachtoffers. Een aantal dagen later capituleerde het Nederlandse leger. Toen begon voor Nederland de Duitse bezetting die bijna 5 jaar zou duren. In die bezettingsjaren merkten de inwoners van Leiden en omgeving steeds meer van de Duitse aanwezigheid. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld begonnen te merken in de loop van 1944 was de aanleg van Duitse verdedigingswerken in en om de stad. In de loop van de oorlog hielden de Duitsers steeds meer rekening met de geallieerde invasie op de Nederlandse kust. Ook in de streek achter de kust werden maatregelen genomen om te voorkomen dat geallieerden naar het binnenland zouden kunnen oprukken. In en om Leiden werden op verschillende plekken verdedigingswerken aangelegd. We staan op een van die plekken op het kruispunt van de Rijnsburgerweg en de Wassenaarseweg, hier achter me. Die Wassenaarseweg liep toen nog dood, maar de trambaan naar Den Haag en Wassenaar die liep wel verder over de Rijn bij het Haagse Schouw. En de Duitsers hielden er rekening mee dat de geallieerden bij het Haagse Schouw over de Rijn zouden komen en zo naar de sleutelstad zouden kunnen oprukken. Dus die trambaan wilden ze heel graag afsluiten en wilden ze verdedigen. Om die reden werden eind mei 1944 bij bewoners van de huizen hier achter me berichten in de bus gedaan dat ze hun huis moesten verlaten omdat die zouden worden gesloopt voor de aanleg van verdedigingswerken. Dagboekschrijver Han de Wilde, een Leidse winkelier, hoort dat bericht ook en schrijft daarover in zijn dagboek. Op zondag 28 mei 1944. Hij schrijft:
De huizen van professor Suurmond, Bede Koning, Meijer en anderen aan de Rijnsburgerweg Hoek Houtlaan moeten worden afgebroken en worden thans in allerijl verlaten, omdat er schootsveld moet zijn. Geheel Leiden is begaan met de eigenaars, wien dit bittere lot treft. Van het moment dat de bewoners hun huis moeten leeghalen is ook een foto gemaakt. Deze foto is ongeveer gemaakt op het punt waar we nu staan, kijkend vanuit de Houtlaan naar de te slopen huizen aan de Rijnsburgerweg. Links zien we het huis van professor Suurmond, wat nu verdwenen is. Rechts zien we het huis van de koning. Het lijkt een hele gewone foto, op een zonnige dag gemaakt, van twee huizen. Als je echter inzoomt en je kijkt naar het huis van de koning, dan zie je dat er karren voor de deur staan en een wagen. Vol met meubilair, tafels, stoelen en er staan een paar mensen, een paar buurtbewoners te praten. Dus dit is het dramatische moment dat de familie de koning in allerijl zijn huis moest verlaten. Half juli 1944 wordt daadwerkelijk begonnen met de aanleg van de verdedigingswerken. Ook dat is bekend bij winkelier Han de Wilde, die noteert op 16 juli in zijn dagboek. Op de kale vlakte waarop de afgebroken huizen van professor Suurmond, de koning en anderen hebben gestaan, graven ze nu zigzagloopgraven, evenals in de volkstuinen achter de Houtlaan. Leiden kan gerust zijn, de stad wordt verdedigd en beschermd. Er zijn zeker wel 10 Duitse jochies van een jaar of 18 die daarvoor zullen zorgen. Op een geallieerde luchtfoto van april 1945 zijn de verdedigingswerken rondom dit kruispunt duidelijk te zien. We zien hier de Rijnsburgerweg met de afsplitsing naar de Wassenaarseweg en de trambaan. Wij staan hier op dit kruispunt en als je inzoomt zijn duidelijk de donkere zigzagjes te zien op de plek van de gesloopte huizen waar de loopgraven liggen. Hier, achter mij, en hier langs de Houtlaan aan die kant. Het hele kruispunt werd rondom verdedigd. Niet alleen op deze plek werden verdedigingswerken aangelegd, ook verderop, langs de trambaan, wilden de Duitsers voorkomen dat de geallieerden zouden kunnen oprukken. Ze groeven daar een tankgracht, waarvoor ze bestaande waterwegen verbreden om te voorkomen dat daar tanks en panzerwagens zouden kunnen oversteken. En ook achter deze tankgracht werden loopgraven aangelegd en stellingen voor geschut. Van dit alles is eigenlijk niks meer te zien. Behalve het feit dat het huis van Suurmond nooit meer is teruggebouwd. Op die plek ligt nu de rotonde. Het huis van zijn buurman, de koning, is wel teruggebouwd. Dat is de woning hier achter ons. En als je goed kijkt kun je ook op de andere huizen op de hoek met de Houtlaan zien dat die na de oorlog zijn gebouwd. Dus die karakteristieke naoorlogse huizen herinneren nog steeds aan de sloop van die panden voor de aanleg van Duitse loopgraven. De Duitsers hielden er dus rekening mee dat geallieerden daar over de Wassenaarseweg naar Leiden zouden oprukken. Uiteindelijk een jaar later, toen Leiden bevrijd werd op 8 mei 1945, kwamen de geallieerden echter van een hele andere kant, uit richting Utrecht. Ze reden door de stad heen en kwamen hier over de Rijnsburgerweg langsrijden op weg naar kasteel Oud-Poelgeest, waar ze in het bos hun tenten zouden opslaan. In mei 1945 kwam eindelijk de bevrijding. Voor de bevrijding van Leiden hoefde niet te worden gevochten. Eind april was er al een wapenstilstand tussen de Duitsers en de geallieerden. Toch duurde het nog pas tot 8 mei 1945 voordat Canadese troepen als bevrijders Leiden zouden binnenrijden. Ze kwamen niet vanaf de kust, maar vanuit Utrecht. Over de Hoge Rijndijk, de stad in, dwars door de stad. Over de Rijnsburgerweg reden ze over de Warmondeweg hier naartoe naar kasteel Oud-Poelgeest in Oesgeest. Dit zou voor anderhalve maand hun kampement worden, waar vandaan ze hun verdere werkzaamheden gingen doen. Die Canadese militairen waren niet de eerste die hier hun tent opsloegen op Oud-Poelgeest. Al tijdens de mobilisatie, eind 1939, begin 1940, werd het kasteel betrokken door Nederlandse militairen. Daarna, tijdens de bezetting, volgden er Duitse troepen. Al die militairen hebben hier in en om het kasteel hun sporen nagelaten. Zo zien we op deze boom het jaartal 1940... helaas met een onleesbare inscriptie eronder. We weten niet zeker of dit van de Nederlandse militair is, maar het zou heel goed kunnen omdat op een andere boom in het park een Nederlandse gemobiliseerde militair zijn naam heeft gekerfd. Als we goed kijken zien we ook 1943, de bezettingsjaren, met initialen eronder. Ook hier weten we niet zeker of het Duitse militairen waren die toen op het kasteel zaten, maar het zou kunnen. Wat we wel zeker weten dat er op 10 mei 1945 een Canadese inscriptie in de boom zette. Heel groot kerfde die hier Canada, met daaronder May 10, 45.
Het is een spoor van een van de Canadezen die hier, waar wij staan, hun tent hadden opgeslagen. Daar zijn veel foto's van gemaakt, daar zijn filmpjes van. En op een van die foto's, op de plek waar wij nu ongeveer staan gemaakt, zien we de Canadese soldaten bij hun legerwagens met al hun spullen, hun jerrycans, hun kisten, tentjes tussen de bossen staan. Hoe het er in dat kamp aan toe ging, kunnen we lezen in een verslag van een verslaggever van Trouw, die het kamp vlak na 8 mei bezocht. Hij schrijft het volgende. Poelgeest voorheen, het kasteel in het bos, getooid in het jonge groen, overgoten door een bijna zomerszonnetje, een enkele wandelaar in een rustige omgeving. Zie daar het beeld dat Poelgeest ons slechts luttele dagen geleden bood. Poelgeest nu, welk een contrast! Het rustige bos is herschapen in een bedrijvig kamp. Vrachtauto's, jeeps, veldkeukens, tenten, gevechtswagens en ander oorlogsmateriaal overal over het terrein verspreid. Het is alles voor elkaar en prachtig georganiseerd. Kolonel Bishop en zijn soldaten kennen hun plicht. Nergens overbodig geloop of gerij van wagens. En wat ons wel in het bijzonder opviel, ondanks de drukte, geen geschreeuw. Welk een verschil met de werkwijze van den verslagen vijand. Een bezoek aan het kamp, waar de geuren van het bos zich vermengen met de lucht van benzine en Engelse sigarettenrook, kan dit alles alleen maar bevestigen. Op die Canadezen en op de sigaretten en de chocola die ze hadden meegenomen, kwamen veel burgers af. De eerste dagen waren ze nog welkom in het kamp, maar later werd het kamp afgesloten en bewaakt door de binnenlandse strijdkrachten. De burgers verzamelden zich voor het hek en rondom het bos langs de grachten. De Canadezen zouden hier ongeveer 1,5 maand blijven. Hun taak was om de regio rondom Leiden de Duitsers te ontwapenen en hun munitie te verzamelen. Het bijzondere is dat er in Leiden of omgeving geen inscriptie is die deze twee Canadese regimenten herdenkt als de bevrijders van Leiden. In mijn ogen hoeft dat ook eigenlijk niet, want deze inscriptie op deze boom is wat mij betreft een prachtig monument ter herdenking aan onze Canadese bevrijders. We hebben verschillende plekken gezien die ons herinneren aan de Tweede Wereldoorlog in Leiden en omgeving. We hebben resten van verdedigingswerken gezien, oorlogsschade, wederopbouwgebouwen, inscriptie op een boom en een klein monumentje. Het zijn allemaal plekken die laten zien hoe mensen in deze streek de oorlog hebben ervaren. 33 van die plekken heb ik beschreven in het boek Bang voor mooi weer. Het zijn niet alleen de verhalen van de plekken, maar vooral de persoonlijke verhalen over angst en onzekerheid.